nog eens proberen. En daarbij, het is mijn eerste potje nog maar, dus ik ben niet genoeg op gewoon. Misschien moet ik in vervolg wel lappen reageren. Ja, die keer was alleen maar goed met deagle shotgun. Die techniek gebruik ik ook vaak. Alleen jammer dat... ja, ik weet niet. Ik was juist ook editen. Maar ik wou ook al klaarstaan met mijn shotgun. Om hem flink raken. En dan eruit editen en naar de andere kant gaan. Dus dat was mijn plan dan. Laten we een keer naar Veto gaan. Het zal druk zijn waarschijnlijk. Ja. Nu ben ik al een beetje opgewonden. Dus. Hij was zo cool. Okay. Maar ik had 45 HP. Ik had zelf ook geen shields. Dus ik heb eigenlijk sowieso al een beetje verloren door die vecht daar eerst. Moest ik meer shields hebben, dan ging ik misschien het overleven of zo. Of misschien net nemen. Misschien had ik krapper moeten reageren met de bouwen. Maar ja, zo zie je maar, je verliest. Je leert heel snel als je gekild wordt van ah, dat moet beter of ah, dit moet wat minder, zo die dingen. Dus. Ja. Die kill die ik killde was eigenlijk op zich een beetje slecht, maar het enige waar ik bang voor was, was die. Grenade ding is, als die me één keer raakt, was ik ook geweest. Want ik had maar 100 AP. Ik had geen shield gewonnen, dus ik. Ik was sowieso al wat doomed. Maar ik ook vaak doe eens checken of er mensen komen. Zou kunnen dat er mensen komen in Veto? Voorlopig niet. Daar is kunnen soms van pas komen, maar niet altijd. Waar is die icon? Oké. Komt daar direct een vliegtuig mee af? Nou, ik dat juist een blieter heb gezien, neem ik wel mee. We kunnen niet meer pa. We kunnen maar 10 meer pa. Grappelen is ook soms goed, maar dan moet je wel echt clean doen.
Die vliegtuigen zitten altijd. Wat ga ik blij zijn als die vliegtuigen ook weg zijn? Geloof me. Ik ga ze zeker missen. Ik ga ze zeker niet missen, de airplane. Bedoel ik. Ik moet ietsje sneller looten, heb ik denk ik. Dus alles op. Geloof ik kan ik die shield potion hebben. Om dit trap hier te zien, verraadt ook iemand zijn positie. Ofwel wacht hij mij op de rand van de cirkel, ofwel. Zeker valt ook goed mee.
dat mij niet. Dan vind ik weer een Big Shield. Meer rechts nemen. Zo moet ik de cirkel nemen. Dat is eigenlijk op zich geen. Geen idee. Daar zie ik al boot. Hoor ik naar zoiets iemand glijden? Even zien. Ah, er zijn nog een te small like the other side. Laten we die kerel snipen die we daar juist hebben. Als het me lukt natuurlijk. Vouch mooi slaat in een blue SMG. Nou weet ik echt niet waar die kerel fellow is. Komt dat hij me dan toch nog altijd raakt, bro? Ik
kost me al mijn shields. Ver kan ik hier mijn basis bouwen. Meer dan nu. Dit huis is het beste. Nee! Nee, dat menu! Wat een camper, man! Wat een camper! Hooray for you! And next to you, there's some people. Hij is zo slecht, hè. Hij gebruikt gewoon de camping. Look, look, look how hij het doet. Goodbye, fellow. You die, man. Look, look. How did you? Oh? Yeah, now he is loose. This is his end. Bro, is it boven you? Bro, what do you? He's up the boom, bro. Dat meen je niet. Ach ja, ik heb wel een schitterende vierde plaats. Jammer dat ik hem niet kon killen, ik miste mijn schoten. Dat is zo. Hey gekke Ranus, yo. Luffy live, wil je 1v1? Nee, nu nog niet, man. Het is nog veel te vroeg, makkers. Ik ben nog niet goed wakker, dus ik speel nog niet op mijn allerbeste. Kijk eens niet, we gaan gewoon de pagina vernieuwen. Ik doe dat per potje.
Ja, duo wil ik wel doen hoor, Luffy Life. Gewoon nu display naam geven en ik zal het iets sturen. Duo wil ik wel nog doen. Kijk eens, vergeet me ook niet te volgen, hè. Please. Allee, je moet niet. Young Dagger Dick. Oké. En hoe zet je die schun? Wacht, ik heb een idee. Tissue, tissue. Kan ik. What the fuck, ik kan niet kopiëren. Oh, wacht, hè. Dat is een. Control C is kopieerd. Okay, I sent you. Young Dagger Dick. Ik heb het gestuurd naar je makker. Ja, copy-paste. Of Control-C. Kun je also doen. Allee, kun je ook doen. Oh, het is een speciaal naam. Het wil zeggen jongen. Ja, een dagger is een soort klein mes of zoiets. En een dik, ja. Dat kent iedereen waarschijnlijk. Dat ga ik niet opnoemen natuurlijk. Hallo. Wat dan? Sorry. Ah, geeft niet makkelijk. En hoe is het mee? Ah, ja, het is mijn tweede potje nog maar, dus ik moet er nog in komen. Pijs had ik mijn shot niet gemist, had ik die een robot ook waarschijnlijk. Ah ja, bedankt voor de volg ook, maatje. Het zou eens kunnen dat je dat op mijn stream gaat zien. Alsjeblieft. Dan komt zo'n Pikachu teken op.